Een hele goede morgen. Nou, misschien kijk je me in de middag, kijk je me in de avond. Maar voor mij is het heel erg vroeg. Het is iets in de 6 uur en ik ga vandaag een rondleiding laten... Oh, ik ben me helemaal vergeten om me voor te stellen. Ik ben Luan Bellinga en ik ga vandaag een rondleiding laten zien in Minecraft. Ik denk dat deze wel 45 minuten gaat duren, want ik heb echt al heel erg veel dingen gebouwd. Het is niet dat ik de hele wereld laat zien, want daar ben ik denk wel een paar dagen mee bezig. En het is ook echt mega groot. Ik ga dus laten zien het plekje waar ik alles heb gemaakt. En ik ben meestal in de lucht, want ik ben niet op de grond. Want ik vind dat zo... Ja, ik vind dat wat veiliger dat ik dan boven ben. Want onder lopen allemaal vogelspinnen en skeletons. Dus ik blijf wel boven. Soms dan zijn er ook wel van die skeletonnen boven bij me. Maar dan schiet ik ze gewoon dood. Dan vind ik het niet zo erg. Maar vandaag laat ik een rondleiding laten zien in Minecraft. Dus... Eindelijk doet hij het weer, want eerst stond er zo'n kruisje dat hij opnieuw moest. Ik weet even niet meer wat. Maar nu doet hij het gelukkig weer. En gisteravond was ik nog heel even bezig om een villa. Ja, ik heb 1 villa gemaakt. Een paar kastelen. Spelen. Deze, want ik heb heel erg veel werelds. Ja, niet zoveel, maar best wel veel. Ja, hier kun je een nieuw maken. Ja... Het is nacht. Kijk. Wat was dat voor een geluid? Ik ga even slapen. In het donker ga ik dit niet doen. Oh. Het lijkt alsof... Hij onthoudt hem helemaal niet. Dat vind ik gek. Ik had het nog dicht gemaakt, maar... En... Mijn villa daarboven, heb ik die dan ook niet gemaakt? Ik heb daar een hutje al wat iets verder gemaakt, maar... Dan onthoudt hij hem gewoon niet. Wat is dit nou weer? Nou, dit is mijn lift. Ik laat alvast even wat zien. Maar dit is mijn lift... En deze, die duurt niet zo lang. En je kunt heel erg mooi van het uitzicht van beneden genieten. Kijk dan. Landing! Oh, ja, ik ben er. Maar waarom onthoudt hij hem dan niet? Dat vind ik apart. Ja. Ja. Ik heb dit ook dichtgemaakt. Hij onthoudt hem niet. Ja, wat gek. Meen je niet. Nou ja, maar deze villa, dit moet ik nog maken. Ja, en ik had dit rijtje echt al helemaal gemaakt. Je gaat schrikken hoor. Vanaf tot en met hier. Dat hele stuk heb ik al gemaakt. Dat is toch... Oké, misschien weten jullie waarom dat hij hem niet onthoudt. Want ik ben echt wel heel even geschrokken. Ik denk dat ik hier een half uurtje heb over gedaan om dit hele blokje te maken. Dan zag ik ergens wolven. Nee. Maar, nou ja, als ik geen gamevideo maak, dan maak ik hem wel af. Kijk. Nou, ik kan wel dit kleine hutje even maken. Kijk, dan maak ik hem hier zo. Zo. Want ik vind het wel heel erg leuk. Ik kan het best snel. Nou, voor mij dan. Misschien zijn er wel anderen die het nog sneller kunnen. Zo. Maar wel gek. Ik begrijp het gewoon even niet meer. Ja, heel apart. Oh ja, ik kan niet hoger. Ja, dit is namelijk het allerhoogste. Ja, het gaat vanzelf weg.
Want dat was voor de veiligheid. En dan onthoudt hij hem opeens niet meer. Dat vind ik echt heel, heel apart. Ik vraag me wel een beetje af hoor. Hoe dit Minecraft nou zit. Want ze hebben het netje vernieuwd. Want vernieuwd. Want dit bestaat echt al jaren. Volgens mij van 1980? 1988? Nee, niet 1988. Ik denk 1980. Nee, 1990. Dat denk ik. 1990. Oh. Maar hier slaap ik dus. Ja, en dan denk je, je gaat toch niet in zo'n donkere hok slapen. Maar maak je geen zorgen. Oeh. Ja, kijk, en dan wordt dit dak. En dan moet ik nog even het deurtje maken. Zo stom dat hij. Oké, goed. Ik wou dat je gewoon zo hoog mogelijk kon. Ik vind het liedje altijd zo spannend. Daar krijg ik altijd zo'n spannend gevoel van. Denk je om een beetje te plagen? Ik weet niet of je het liedje ook kunt uitzetten. Dat weet ik niet, maar ik ben niet bang hoor. Ik ben echt niet bang. Maar dan had ik ook deze deur. Doe die maar bij het touw. Ja, en hij onthoudt het niet. Waarom is dat nou zo gek? Oh. Nou, kan ik hier lekker in slapen. Eigenlijk vindt hij dat er wel een raampje in moet. Oh, dat moet niet. Zo, dit is beter, toch? Of één klein raampje is genoeg. Oh, of net in de andere. Ja, ik ben heel kieskeurig. Maar het kan ook zo zijn dat ik dan deze doe. Dat is toch wel grappig. Dan ziet het er wat donkerder uit. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, en dan precies ook in de andere. Dus deze. Maar kijk naar zo'n saaie muur aan. Hier heb je dan niet zoveel aan. Nou, weet je wat ook misschien leuk zou zijn? Om daar eentje toe. Zo. Leuk, hè? Ik heb het spel gekregen in de speelgoedwinkel. Ik mocht het van mama kopen. Boef komt. En mijn neefje, die speelde dit zo lang. En het, ja, ik heb twee neven. Eén neef, die is 18, maar die speelde het vroeger, maar nu niet meer. En een ander neefje, die is 8, die is gisteren 9 geworden. Ja, we schelen een paar maanden. Ik ben een paar maanden jonger dan hem. Maar hij speelt Minecraft echt al jaren. En hij zei tegen mij dat hij hier 2 jaar moest overdoen tot hij alles wist hoe alles werkte. Ik schrok, maar dat begrijp ik natuurlijk. Want ik heb volgens mij, toen woonde nog in het oude huis. Even lekker naar jacuzzi. Toen woonden we volgens mij in het huis, maar volgens mij maanden. Ja, maanden. Niet maandjes, maar maanden geleden. Maanden. Ja, en misschien vraag jij het misschien ook wel. Ik denk dat daardoor komt dat er schaduw opeens is. Maar kijk, ik zie een skeleton. Daar zo. Huh?
denk dat ik hem niet vanaf hier kan schieten. Nee, dat kan niet. Dus ik heb al die vuurblokjes daar neergelegd. Dat het dan wat iets minder donker wordt. Maar het helpt niet echt. En ik durf niet naar de donkere plek toe te gaan. Want waar donkere plekken zijn, daar zijn vogels binnen. En dat wil je toch niet. Dus ik begreep het ook niet. Ik begreep het ook niet even. Maar ik denk dat het dus door de schaduw komt. En hier ben ik veilig. Maar soms loopt er wel een wolfje of loopt er een skeleton of een zombie. Maar daar ben ik niet zo bang voor. Nee. Dat vind ik echt meevallen. Ik doe helemaal geen rondleiding. Ah, waarom doe ik dat niet? Ja, dat onthoudt hij ook nou weer niet. Ik had hier zo'n apart gedeelte gemaakt. Wat een waterstroming is, maar het is nu gewoon zo'n zwembad. Ik vind het echt wel jammer. Maar dit is dus mijn binnenzwembad. Ja, eigenlijk is het een buitenzwembad, maar dan overdekt. Dus ik doe het wel gewoon binnenzwembad. En ik heb het een keer gehad. Ik vond het wel een beetje spannend, maar ik was veilig. Toen loopt hier. Het was in de nacht. Toen ging ik hierin. Ik dacht, ah, heerlijk even genieten. Lekker romantisch. En toen loopt er opeens 3 zombies op het dak. Ik schrok. Maar gelukkig was ik veilig. Ik ging eruit. En ze waren al weg. Dus ik dacht dat ze bang waren voor mij. Ja, ik kan nog vliegen. En kijk. Dat is die lift. Niet normaal, hè? Ik ga alvast even lekker vroeg slapen. Ik slaap niet zo vroeg, maar dan wordt het niet zo donker. Ja. Ja, en dit had ik ook overdekt. Nou, eerst even dit doen. Doe dat dan maar met deze. Maak hier even een deurtje. Ik ga slapen. Ik ben het in het echt niet zo moe. Zo. Dat was een snelle dutje. Ik heb nog nooit zo snel geslapen, maar wel in het spel Minecraft. Maar is het dan niet een beetje gek dat dit dan gewoon glas is en dit dan blauw glas? Dan doe ik dit ook even weg. Ja, blauw glas. Dan zeg ik dat ook. Het is geen blauw glas, maar ja, en dan doe ik dit ook gewoon weg. Heel onveilig, Luwan. Maar maak je geen zorgen. Nou, en als dit zo blijft, dan hoef ik me geen zorgen meer te maken. Maar als dit door blijft gaan, nou, dan vraag ik het even aan mijn neefje. Hoe zit dat? Waarom onthoudt hij niet wat ik heb gebouwd? Maar dit is dus boven eigenlijk het dak. Hier heb ik een hotel gemaakt. Dit zijn allemaal aparte kamertjes. Ik kan 1 kamertje laten zien, want ze zijn precies hetzelfde. Ja, en hier kun je dan lekker slapen. Hier heb je een speelhoekje. Oh, veel ramen ook. Hier. Ja, ik heb voor 3 personen en 2 personen. Deze is voor 2 personen. En dan ga ik je laten zien waar de badkamer is. Kijk, dit is het bad. Ik vind het echt zo raar. Ik kan hier eigenlijk wel echt water in doen. Toen wist ik nog niet hoe ik hier echt water moest in doen. Maar nu weet ik het wel. Zo. Plons. Dat de badwand zo dik is. Dan heb je zo'n heel klein plekje. Ja, ik heb
ook wel even kijken of ik ook dunne heb. Oh, wat doe ik nou? Even kijken. Ja, hier. Oh, weet je wat leuk zou zijn? Glas. Ja. Nou, ja, glas. Maar hoe ga ik dat doen? Oh, nee! Ah. Hoppa! Was niet zo eng. Oh, wat doe ik nou? Wat voor een dikkie. Hier komt alles onder. Ja, en dan zei hij... Nou. Wat erg. Oké, ik doe geen echt water. Dat is voor de duidelijkheid. Ga maar weg. Stom water. Ja, soms kan water ook echt een ramp zijn. Ja. Wou ik een mooie vijver maken? Ja, soms ben ik wel op de grond hoor. Zo bang ben ik nou ook weer niet. Maar. Of zou ik dit niet doen? Dan doe ik gewoon dit glas. Dan doe ik wel echt water, want dat vind ik heel gek. Niks meer aan doen. Maar deze twee heb je. En de rest is hetzelfde. Dus daar hoef je niet zoveel zorgen voor te maken. Dat je die heel graag wilt zien. Ja. Hoppa. Ah, dit liedje is wat lekkerder. Hier. Nee. Hier heb je de balie. Dus de balie. Dus de balie. Om je pasje even te halen. Hier kun je dan zitten. Dan hoef je niet te staan. Hier kun je even wat lekker relax. Drinken of eten. Kijk, dit is dan zo'n bank. En dit is dan de tafel. En hier heb je gewoon stoelen. Om op te... Ze zitten. Die weer weg. Handig toch? Deze die mag van mij dicht blijven. Hij is vandaag niet open. Ja. Dus dat is dit een beetje. Ja. En nu laat ik jullie dan zien waar mijn villa is. Hij is niet normaal groot. Kijk, hier heb je dan de trap. Ja, kijk, dit is zo'n trap. Zal ik dit eerst even laten zien? Kijk. Dit is gewoon een klein huisje. Hier... Kijk, kun je naar buiten kijken. Dat vind ik echt heel leuk. Hier stond toch een bed? Ja toch, er stond een bed. Nou ja, maar ik ga even kijken. Ik laat de deuren gewoon even open. Hier. Dus gewoon een heel klein kamertje. Die kan ik weg doen. Ja. Dus dat. Kijk, dit is heel grappig. Dit is groen glas. Dan kun je hier lekker chillen. En dan vanaf dit kleine stukje kun je naar dit stukje toe. En dit is geel glas. Leuk, hè? Dus dat. Dat is dit.
kijk. Dit laat ik dan ook wel even zien. Hoepa, hier kun je mooi van het uitzicht genieten. Mooi, hè? Ik vind het ook heel nice. Varkentje. Ja, dat zie je allemaal vanaf hier. Alles gedaan. Nu naar mijn villa. Kijk. Dit is de ingang. Hier hebben we de gangkast. En kijk, als ik hier omhoog ga. We zijn bij het terras. Grappig, hè? Dus dat hebben we daar. Dan doen we dit deurtje open. Dan gaan we even daar naartoe. Dit is een kamer. Zo. Dat heb je hier. De zon die komt al mooi. Zo, ik zet muziek van de game. Kan ik de muziek van de game wat zachter zetten? Ah, kijk. Hij gaat vanzelf wat zachter. Maar dat was dat gedeelte. Nou, dan ga ik even naar dit gedeelte. Dit is eigenlijk ook helemaal niks. Zonde. Nou, en dan ga ik meteen even slapen. Ja, toen wist ik nog niet wat ik wou. Dit is dan de logeerkamer, doe ik hier ook nog een deurtje. Dus dat is dat. Dat is dat. Grappig. Nou, dit laat ik zo. Ja, dit wordt dan ook een badkamer. Ja. Dan doe ik dat gewoon. Hier kan water in. Ah, dat had ik al. Zo. Lekker toch? Oké, er loopt wat op het dak. Dat weet ik nu al. Ik denk een vogelspin. Want die maakt wel een beetje van dat geluid. Of het is gewoon een kampvuur. Ik heb hier precies namelijk op de plek een kampvuur neergezet. Dan hebben we hier nog een kamer. Dit laat ik nog even zo. Want ik weet niet precies wat dit gaat worden. Ik weet het al. Ik weet het al. Dit wordt het binnenzwembadje. Moet er geen oorzaak voor gebeuren. Het moet niet meer stromen. Kijk, nu staat het water stil. Ah, goed idee van mij. Kun je ook nog mooi naar buiten kijken. Dat vond ik echt een super idee. Ja, deze is verkeerd gemaakt. Ik maak het nog een beetje gezellig. En ik maak wat meer plek. En kijk, weet je wat ik dacht? Ik maak hier gewoon een super zwembad. Gewoon echt helemaal vanaf tot met hier. Dat is toch cool? Grote villa, groot zwembad. Zwembad. Nee, een bad.
Oh, maar het is echt heel groot. Nou, je had hier twee deuren. Nu zijn we hier aan de andere kant. Dus ik zit uit het raam te kijken, maar nou ja, als het nu nou maar niet overstroomt. Nou, dan ga ik naar deze kamer. Ja, het zijn veel kamers, ik weet het. Hier, dit is de werkkamer, doink. Ja, dat is de werkkamer. Eetkamer! Daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. En de keuken. Maar hoe bouw ik dat? Waar is dat? Ja, dat vind ik leuk. Dit wordt de eetkamer. Nee, of dit wordt de keuken. Nee, ik had geen keuken. Dit wordt de keuken. Even kijken, open haard. Ik had een keer ergens een open haard gezien. Die had ik ook eens gebruikt, of nee? Pijlenbogen, bedden, vuurwerk. Dat gaan we afsteken. Ja, kijk, dit zijn van die poppetjes. Kijk, dit is een skeletonhoofd. Dit is een, hoe heet die ook weer? Ja, kijk, dit is een stiefhoofd. Zombiehoofd. Een skelet, schedel, draakkop, creeperhoofd, wither, shredder, voorwerpen, bakken. Ik vind Steve al wel genoeg. Dan hoef ik dat nou niet. Geen open haard. Maar dan doe ik wit om dit te maken. Zo. Nou, dit wordt een mega keuken. Dat heeft deze villa en ik verdiend. Maar dit heb ik allemaal zelf gebouwd. Dan denk je wel af, heb jij dit allemaal gebouwd? Dat meen je niet. Maar ja, ik heb het echt gebouwd. Het is geen grapje. Ik heb deze hele villa gebouwd. Hoe lang heb je hierover gedaan? Een hele dag? Ja, eerst heb ik de grond gedaan, daar deed ik 2 uur over. Toen heb ik de muur gebouwd, daar deed ik 2 uur over. Toen de kamers gemaakt, 3 uur over gedaan. Toen heb ik nog de dak erop gedaan, ook 3 uur over gedaan. Samen is dat 2 plus 2, 4 uur. En dan nog 3 erbij, 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur, 8 uur, 10 uur. Bij elkaar heb ik er 10 uur over gedaan om dit te maken. Dan is het best wel snel. Ja, bijna een hele dag. Nog 2 uur en dan was het de hele dag. Zo. Hebben we nog ergens kaarsen? Eigenlijk doe ik nu niet echt een rondleiding. Volgens mij is dat een vulkaan. Wat ik hoor. Of het is een draak. Ik typ het wel even in. Kaars. En dan op. Oké. Kaars. Niet te vinden. Ik wil dat je dan weggaat. Nou ja, maar. Niet te vinden. Nou ja. Dus dat is dus de eetkamer en de keuken. En er blijft nog 1 kamer over. De woonkamer. De woonkamer is niet normaal. Hier, een bank. Dit is een slaapbank. Ah, ik kan er ook nog achter. Dus hier heb je een bank en dit is zo'n slaapstukje waar je echt kan liggen. Dit zijn stoelen. Dit zijn een lange bank. Dit zijn tafels. En dit is nog een bank. Dus dit is de woonkamer. Nou, ik heb niet alles laten zien. Ik moet nog wat laten zien. Maar zou ik het vandaag doen? Of zou ik het in een andere game video doen? Ja, nou, ik ga eerst even slapen.
Het is overdag. Ja, moet ik nu daar weer naartoe? Of zou ik dat nu laten zien? Is dat verstandig? Ik laat het dan nog even zien. Moet ik er weer uit? Lift. Want het is daarboven. Nee, ik heb er geen zin in. En het is daar ook hartstikke gevaarlijk. Eigenlijk is dat voor mij een beetje... Maar ik kan het je wel erover vertellen en kan je de begin laten zien. Want het is een heel lang, spannend pad waar allemaal enge beesten kunnen zijn. Dus dat een beetje. Kijk. Jullie zien het. Dit is een heel lang pad. Dit pad is kilometers ver. En dat leidt je naar een bungalow. En een hele oude. Deze had ik voor het eerst gemaakt. En ik was daar een keer. En ik wou daar een keertje overnachten. Maar toen opeens zat ik vast. Vogelspinnen op het dak. Hoe heet die gevaarlijke mensen? Dat staat op mijn shirt. Dat zwarte poppetje. Daar had ik wat van. En als je hier zo zal lopen, dan denk ik dat je hier een kwartier over doet voordat je daar bent. Ja, er zijn allemaal gevaarlijke skeletonnen of zombies of kraken. Hoe heet het? Die hier ook alweer. En vogelspinnen. Dat vind ik niet eng. Maar die zwarte man hier, die je ziet, die is wel eng. Nou, ik denk het hoor, dat hij eng is. Want mijn neefje zei dat hij heel erg gevaarlijk is. Als zij ziet, dat zwarte poppetje, als dat zwarte poppetje ziet dat jij een dierdoop maakt, gaat hij jou ook... En dan moet je je leven weer helemaal overnieuw maken, volgens mij. En... Dat was gek. Dat was gek geluid. En dan moet je wereld helemaal overnieuw maken. Volgens mij, dan gaan al je werelden weg. Volgens mij is dat zo. Maar vandaar dat ik daar nooit kom. Ander popje. En zo komt dat een beetje. Maar de rest heb ik jullie allemaal al wel laten zien. Nou, ik ga slapen. Ik heb jullie niet alles laten zien, dus waar het spannend is, waar het verleden tijd is. Dat heb ik jullie niet allemaal laten kunnen zien, maar de rest wel. En ik heb jullie wel wat laten zien in mijn wereld. Dit is mijn favorietste wereld. Deze, mijn leukste. En dat een beetje. En ik ga afsluiten voor vandaag. Voor deze gamevideo bedoel ik. Vond je het nou een hele leuke vlog? Doe zeker de duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en ik zeg doei.